Door hier te adverteren op Doesburg TV bereikt u 8000 Doesburgse kijkers per maand. Mevrouw van der Meijs, half februari bijna. Het schiet dan niet op, hè, met alle ellende. Nee. Het is eigenlijk, lijkt het wel uitzichtloos en zonder licht aan het einde van de tunnel. Ja, het enige licht is dat iedereen gevaccineerd moet zijn, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja. Ook in Doesburg wordt al iets aan vaccinaties gedaan. Nou, de doelgroepen die mogen, dus vanaf deze week meen ik dat ook 85 plus, dat weet ik niet helemaal. Die krijgen een oproep en als je kunt, dan kun je naar een van de locaties gaan. En mensen die in een instelling zitten, die worden daar gevaccineerd. Ja, ik heb op een gegeven moment toch een aantal mensen ook in Doesburg met hun oude moeder, vader helemaal naar Tiel moeten of naar Ede en dergelijke. Ja, Ede is net geopend. Dus de priklocatie daar is net geopend. En dan is het Apeldoorn. Doetinchem is ook een locatie geopend. En ja, het is even afzien inderdaad. Maar ja, alles voor het goede doel. Is het al wel bekend over eventueel plaatselijke grootschalige vaccinaties? Of nee, wordt er nu over gesproken? Jawel. In die zin, de GGD is dat natuurlijk al aan het bekijken. Op het moment dat echt grootschalig gevaccineerd gaat worden, dan moet dat ook dichter bij huis. En we zijn aan het kijken, dan heb je ook wel een locatie nodig die maandenlang die open moet zijn en die je dus niet gebruikt. En daar is het zoeken naar. Ik weet niet of de in Doesburg plaats gaat vinden, maar in ieder geval dichtbij. Dat kan Zevenaar reden allebei zijn, dus dat mensen niet zo ver hoeven te gaan. In de straal van x aantal kilometer. Ja, de GGD organiseert dat en daar zijn we dus aan het kijken. Ja. Hoe is het verder in de stad? Want u heeft er een beter beeld van dan ik, denk ik. Ja, het is ook voor mij super lastig om contact te hebben. Want normaal, de winkels zijn open, je hebt evenementen, je hebt vergaderingen fysiek. Het is allemaal digitaal nu en de mensen zie je wat minder. Maar ik ben ongelooflijk trots op Doesburg. We zien toch ook wel aan de besmettingscijfers dat goed gaat. Dat we geen hoge pieken hebben, we hebben geen haarden. Ook aan de overtredingen van alle wetten die we nu hebben. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar het is allemaal niet heel spectaculair. Mensen houden zich er allemaal heel erg goed aan. Ze helpen elkaar. Ja, weet je, het is zover je kunt zeggen, het is een feest om in Doesburg burgemeester te zijn. Is het in deze tijd erg geweldig om in Doesburg burgemeester te zijn met zo'n bevolking die dat op deze manier toch oppakt? Oké, en ook geen enkele sprake van rellen of dat soort zaken, nee. Gelukkig. Nee, gelukkig niet. Geen ME in de stad? Nee, geen ME in de stad, maar natuurlijk is niet iedereen het ermee eens. Nee. We hebben 11.000 mensen, 11.000 meningen. Maar mijn indruk is dat mensen toch zoiets hebben van samen de schouders eronder en dan ligt dit zo snel mogelijk achter ons. Hoe lang het dan ook maar nog mag duren. Meestal is inderdaad, als er wel schoppers zijn, dat het hoofdzakelijk jongeren zijn. Maar hoe gaan de jongeren om met corona? Ja, ze vinden het natuurlijk niet leuk en dat snap ik ook. En het is natuurlijk heel vervelend dat je om 9 uur binnen moet zijn en dat je maar 1 iemand op bezoek mag hebben. Dus ze gaan er op zich heel goed mee om. Onze jongerenwerkers zijn ook eigenlijk alleen maar op straat, ook zelfs na de avondklok om jongeren aan te spreken. En dus echt, dat noemen ze met een duur woord, outreachend jongerenwerk, ja, dat is nu aan de gang. Ze proberen ook van alles voor ze te organiseren. En dat gaat op zich wel goed, maar ja, voor jongeren is dit verschrikkelijk. Ik bedoel, ik kan mijzelf ook nog wel herinneren toen ik jong was, dit wil je niet. Je wil met je vrienden leuke dingen doen en dat kan maar even niet. Ja. Hoofdzakelijk digitaal wordt het nu nog eventjes wat. Ja, maar ook digitaal, dat is ook een keer minder leuk. En zelfs naar school gaan, wat in het begin met gejuich begroet werkt, is nu ook van mogen we alsjeblieft weer naar school. Ja, zelfs gamen begint te vervelen. Ja, zelfs gamen begint te vervelen op een gegeven moment. Oké. Natuurlijk ook de ondernemers in Doesburg die het zwaar hebben. Is er al bekend van faillissementen die er... Nee, nog niet. Nee, op zich, het beeld wat wij daarvan zouden kunnen hebben, is niet dat het heel veel faillissementen zijn, maar dat is landelijk ook nog niet het geval. Mijn gevoel zegt wel dat het wel zwaar is. Zwaar voor de winkels, zwaar voor de horeca, zwaar voor andere bedrijven, ZZP'ers. Ja, ik denk dat mensen proberen echt de moed erin te houden, maar dat het heel zwaar is en dat ze het ook zwaar hebben. En dat doet
niet alleen financieel wat met je, maar psychisch ook wat met je. Ja. Dus, nou ja, ik vond het frappant dat bijvoorbeeld een televisie was een iemand van een kledingzaak die zegt van ja, we kunnen een hele wintercollectie kunnen weggooien. Ja. Want of bewaren voor volgend jaar, maar wat moet je ermee? Ja, en dan vind ik het wel knap dat de lokale Doesburgse bevolking ook echt probeert lokaal te kopen. En nou ja, dus bezorgen. Vanaf vandaag mag je klik en collect met een tijdslot doen. Ik denk dat het goed gaat. We houden het wel een beetje in de gaten. Maar net zoals met andere maatregelen zijn de ondernemers dan heel erg netjes en doen ze dat heel erg goed. Ja, horeca ook helemaal in de problemen, denk ik. Ja, ook in de problemen. Moet je sinds vorig jaar even uit mijn hoofd 3 maanden dicht en nu alweer vanaf november. Dat is echt bijna niet vol te houden. En natuurlijk proberen ze wat. En gaan mensen ook afhalen, doen wij ook. Je probeert ze toch een hart onder de riem te steken. Maar dit wordt een hele moeilijke zaak. Ondanks alle steunmaatregelen die er zijn van het Rijk. Nou, ik denk dat menig ouders in Doesburg op de blote knieën gaan omdat ze de kinderen weer naar school gaan. Daar kan ik me als moeder van 4 alles bij voorstellen. Die van mij hebben zelf nu al kinderen, maar ik was al blij dat de vakantie hier weer afgelopen was. En als je dan ook nog werk hebt en je moet je kinderen onderwijzen, het lijkt mij bijna onmogelijk. Zo knap. En ik snap ook, dat is dan weer een lichtpuntje dat de kinderen weer naar school mogen. Ja, dat is echt een opluchting voor heel veel mensen, denk ik. Ja. Dan heb ik begrepen dat er ook een hulplijn is in het leven geroepen, met name voor senioren hier in Doesburg. Hoe loopt dat? Dat loopt wel goed, ja. De bekendheid is goed aangesleuteld. Mensen kunnen daar naar bellen voor een praatje of als ze hulp nodig hebben. Heel knap dat dat weer is opgezet door de Doesburgse bevolking, zeg ik dan maar even. Dus dat is wel fijn om dat te kunnen ondersteunen. Het initiatief van de Doesburgers zelf, zo gezegd. Ja, zo is Doesburg. Maar hoeveel al mensen geholpen zijn of wat dan ook, daar heb je nog geen informatie over. Het is natuurlijk een initiatief buiten de gemeente. Ja. En zij hoeven niet dat er naar ons overleggen, maar ik denk dat het prima loopt. Ja, nou je toch over de gemeente heeft. Hoe gaat het hier in het gemeentehuis? Nog steeds erg rustig? Ja, super rustig. Ja, ik kom hier wel een paar keer per week. Ook omdat ik toch wel vaak moeilijke digitale vergaderingen heb die ik in alle rust wil doen. En ik zit hier heel veilig. Maar het is heel rustig. Wij hebben ook gezegd, het geldt voor heel Nederland. Dus zoveel mogelijk thuiswerken. Als het echt niet anders kan, dan kan het hier. En de balie is natuurlijk wel open. Want de gewone dienstverlening gaat weliswaar met beperkingen gewoon door. Gelukkig maar. En vindt u het nog steeds leuk om burgemeester te zijn in deze coronatijd? Ja, ik vind het altijd leuk om burgemeester te zijn, maar je bent vooral burgemeester omdat je contact wil hebben met mensen, wil horen hoe het met mensen gaat. En dat is echt wel even wat lastiger. Dus daar hebben we echt over zitten piekeren. Geldt niet alleen voor mij, geldt ook voor de wethouders. Dus we gaan eigenlijk vanaf volgende week, de start is op Valentijnsdag, vonden we wel een mooie dag. Kunnen mensen die dat willen, gewoon met de gemeente, en dat wordt nog allemaal gecommuniceerd via de regiobode en op de website. Stel, je hebt gedacht van ik wil toch altijd eens een keer in gesprek met de burgemeester of met wethouder van Veldhuizen of wethouder Bonen of wethouder Bollen. Dan kun je dat aanmelden en dan gaan we gewoon wandelen. Dus dan gaan we 1-op-1, dat mag, 1,5 meter ertussen. Gaan we gewoon een lekker stuk lopen, zolang als je wil. En dan kunnen we het ergens over hebben. Natuurlijk zijn er ook mensen die slechter been zijn. Natuurlijk kunnen die dat ook aangeven. En dan gaan we gewoon digitaal een kopje koffie drinken. Dus zo willen we toch wel graag nog in contact met mensen komen. Want dat mis ik toch zo verschrikkelijk. Beetje stappen met BMW dus. Stappen met BMW, dat is een mooie titel. Ja, stappen met BMW, maar dan netjes stappen, want stappen is ook vaak de kroegen af. Ja, dat kan nu even niet. Ja. Nou, u zei net van het is altijd leuk om mensen te zien. Zullen we eventjes met de camera de stad gaan om te kijken of we mensen tegenkomen? Ja, laten we maar gewoon eens kijken of we mensen tegenkomen. Nou, gelukkig is het goed schoon hier. Ik bedoel schoon. Nee, de weg niet, maar er is er niet tegenaan te strooien op het moment. Ik heb te veel opmerkingen van mensen van, wanneer wordt het eens een keer opgeruimd? Nee, wel dat strooizout op was en dat wordt geloof ik vandaag weer bijgevuld. Ja. Maar mensen snappen ook wel dat het gewoon ontzettend veel werk is om in ieder geval de singles, dus de doorgaande wegen, schoon te krijgen. Ja, de mensen zijn van de buitendienst, die zijn bijna 24 uur per dag in touw in ploegen, dus dat kun je ook niet anders verwachten. Nee, ik heb nog geen vervelende opmerking gehad. Hey, top! En we willen nu alles weten, hè? Vertel. Vertel. Gaat goed? Heb je de stad al schoon? Redelijk goed op de Ja. Toch? Complimenten, hoor. Ja,
Je kunt het afzetten met die hekken, hoor. Ja, ja, dat bloed links. Nou, we zijn zondag begonnen om 7 uur tot 12 uur. Ja. 6 uur. Beter. Even arme jongens. Doe ze de groeten. Hobby, ja, doe ze de groeten, hè? Oké, hoi hoi. Wil je helpen? Nou, ik vind dat je het hartstikke mooi schoongemaakt hebt hier. Ja, ja zeker, je bent in te huren. Ja, ja? Nee, dat is maar het was vroeger toch altijd zo dat iedereen zijn straatje moet schoonmaken? Nog wordt een beroep op gedaan. Ja. Ja, er wordt een beroep op gedaan. Maar het is zelfs zo dat, las ik, dat als je een onderneming hebt, je maakt je eigen grond niet goed schoon en iemand valt, kun je aansprakelijk gesteld worden. Oké. Okay. Maar hier in Doesburg doen ze het allemaal heel keurig. Moet je kijken hoe die stoepen voor de... Zijn de winkels zijn niet open. Moet je zien hoe goed ze dat schoongemaakt hebben. Dat is toch fantastisch. Kijk, zoals dat hier gaat. Dus dan heb je een aantal winkels die zijn gewoon permanent gesloten. Maar ook een aantal winkels die gewoon doordraaien natuurlijk. Hè? Ja, omdat het niet willen van open. Ja. Ja. Hé, hey, kom maar door hoor. Hoi. Hoi. Uit school. Ja. Heb je mooi gehad op school? Ja? Ja? Was het fijn om op school te zijn? Nou, gelukkig. Ja, en ga je nu huiswerk maken of ga je lekker iets anders doen? Lekker naar huis, ja. Ja. En morgen weer naar school? Mag je elke dag naar school? Ja. Oh, gelukkig of niet? Ja. Nou, veel plezier. Ja. Tot ziens, dag. Hoi. Goedemiddag. Zo, even de handen doen. Hé, hey, gaat ie? Ja, goed. Ja? Ja, dus heel erg goed vanmorgen. Verder, er is best heel veel aanloop, dus dat Valt me heel erg mee. Ja, mensen vinden het ook wel lekker om even langs te komen, denk ik. Ja. Hoor je ook al zeggen hoor, het is fijn zijn als we het even uit mogen en dat soort dingen, ja. Ja, oh, goed om te horen. Ja. Nou, en je merkt nu, want ik zie bij de HEMA wel op weg, want vanaf vandaag is het klikken en collecten mag, hè? Dus je ophalen. Ja, maar ze kunnen bestellen en dan krijg je een bepaalde tijd. Ja, 4 uur moet je af mag halen of zo. Ja, moet 4 uur tussen zitten. Ja, ja. Ja, maar misschien dat je iets meer reuring krijgt, maar... Ik hoop het. Het is wel gezellig hoor. Ja, het is wel stil hè. Ja, het is wel stil. Ja, wel, ik vind het nog wel meevallen. Ik loop natuurlijk regelmatig en denk, oh, er is wel iets te doen. Niet... Het is iets. Het is niet helemaal normaal, maar het is niet helemaal... Als je ervan moet hebben? Nee, dat klopt. Nou ja, mooi. Gelukkig dat het een beetje meevalt voor jou. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, en buiten okay. Mensen toch de weg weten te vinden en de moeite nemen om te komen. Ja. En überhaupt met dit weer natuurlijk. Ja, ja. Over het algemeen zijn we heel tevreden. Heel en blij. Dat je klant ook nog even ziet. Lijkt me ook wel een geruststelling. Dat is toch leuk? Ja, ja, de bezorger natuurlijk ook. Ja, dus dat gebeurt dan ook wel nu wel wat meer. Maar er komt nog zat naar binnen gelukkig. Ja, ja, nou dat houdt het leuk. Ja. Ja. Hé, hey, top. Je ziet mij het weekend weer, denk ik. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Hé, hey, sterkte. En dankjewel dat we even binnen mochten komen. Ja, doei. Hé, hey, Maya, doei. Zo. Zo. Maar Loes, vertel nog eens wat over die plannen van jullie. Over het wandelen met BMW, stappen met BMW. Stappen met BMW. Nou ja, weet je, we hadden vorige week een digitale vergadering en toen zaten we een beetje te klagen. Dat mag ook wel eens. En we missen gewoon de mensen. Toen zeiden, ja, wat mag er wel? Ja, je mag 1 op 1,5 meter, mag je gewoon een stukje lopen met elkaar. Dat doe ik ook wel eens met een vriendin. Zeiden, is dat dan een idee? Hè? Mensen vinden het leuk om hun verhaal. Het mag overal over gaan. Hè? Het mag gaan over je onderneming, maar het mag ook gaan over dat je nou eens blij bent dat de kinderen naar school zijn. Of een probleem wat bij een wethouder hoort. We hebben niet de oplossing, maar we willen wel heel graag het contact weer terug. En we willen gewoon 1 op 1 weer met mensen kunnen praten. Het kan niet groots, maar ja, op deze manier willen we dat gaan doen eigenlijk. Dus mensen kunnen zich aanmelden. Wij hebben gewoon onze agenda geblokt. En dan gaan we dat gewoon per week één wethouder of de burgemeester met 1 iemand. En dan 1 keer per week of als het heel veel is 2 keer per week. En soms kunnen mensen natuurlijk, mensen die slecht ter been zijn, die zeggen we willen toch heel graag even met wethouder van Veldhuizen of met de burgemeester praten. Dan gaan we gewoon digitaal een kopje koffie drinken. Ja. Dus of dan verzinnen we gewoon wat er wel kan. Ja. Nou, mooi initiatief. Ik hoop dat er veel reacties op komt. Ja, dat hopen wij ook. En het is, we missen gewoon de mensen zo. Ja. En ja, dat hoort zo bij ons beroep en ook bij mijn beroep. En denk ik, ja, we gaan kijken of het wat wordt. En ik hoop echt dat de Doesburgers dat gaan doen. Nou, we zien het al. Ja, ja.
ben benieuwd ja, wat de respons is. Ja, wij ook. Ja? Ja, ja. Nou, zullen we eens even kijken bij het lekkerste winkeltje in, in Doesburg, hoe het daar gaat? Nou, er zit, staat wel iemand binnen. Oké. Okay. Oh, dat is Eddie Maat. Heel veel mensen staan het water niet aan de lippen, maar aan de wenkbrauwen. Een aantal hangen aan een zijden draadje. Komen ook dat kenbaar maken. Weten dat niet meer in goede banen te geleiden, omdat er geen perspectief geboden wordt. Het wordt steeds 3 weken verlengd, alles. Dan komt dit er nog bij. Ik bedoel, de winter is prachtig, maar je ziet het om je heen. Er komt geen kip. Ik draai de camera om, je ziet het. Er loopt niemand op straat, er komt ook gewoon niemand in de winkel. Nee. Dus je verkoopt echt geen schroef. Hallo. Hi. Dus we houden met z'n allen de moed erin, maar het is, zijn droeve tijden. Ja. Hey Hanneke. Goedemiddag. Hoe is ie? Goed. Ja. 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 Ja, we doen het best. Ja, het is niet heel rustig. Het is nu al ook nog slecht weer. Ja, het is heel erg stil. Ik had inderdaad uitgekeken naar de dag van Click and Collect. Ja. Maar ja, ik snap wel dat de mensen zo de straat ook moeten opgaan. En jullie zijn open kunnen blijven. Ja, wij zijn een essentiële winkel. Nou, ja. Ja, ja, mooi. We basen ons net zo goed als andere mensen. Ja. Maar ja, goed, weet je, je bent ondernemer en je mag open zijn. Dus je gaat open. En gelukkig heel vaste kring van trouwe klanten. Die ons ook wel weten te vinden. Ah, gelukkig. Ik hoop echt dat er toch begin maart wat opening komt. Ja, ik help het je ook hopen. Ja, maar ik kan me toch ook haast niet voorstellen dat we de verkiezingen door laten gaan. Ja. Miljoenen mensen mobiliseren om de straat op te gaan, terwijl de winkels gesloten zouden moeten blijven. Dat, ja, daar hoor ik ook veel. En dat, ik moet je zeggen, dat hebben we ook wel... Is ook wel gemeld bij Den Haag, maar die blijven er toch van, ja, ze moeten gewoon doorgaan. Dan denk ik, ja. Het OMT heet dat, het OMT gaat nu ook klagen, geloof ik. Zeggen van, dat moeten we doorberekenen. Ja. Maar ja, dat is, een beslissing is in Den Haag daarover. We hebben het hier wel allemaal voor elkaar. Ja. En heel veel mensen die wilden helpen, dus dat was ook wel heel mooi. Ja. Dus dat is dan ook weer Doesburg, hè? Ja, zeker weten, ja. Dat is dan ook weer Doesburg. Ja. Hallo? Ja, voorzichtig. Gaan we vragen. Eerste dag Click and Collect. Ja, en? Klopt. Ja, nou, blij dat er iets meer kan dan wat er niet kon. We hebben natuurlijk heel lang dicht gezeten. We zitten nog steeds dicht, vanaf half december. We hebben de mooiste maand van het jaar moeten missen. Ja. Met ook natuurlijk de kerstmarkt in Doesburg. Ja. Echt heel erg jammer en spijtig. We hebben al die enthousiaste toeristen en vaste klanten gemist. Dat gaat allemaal weer terugkomen, mits we allemaal aan de maatregelen blijven houden en alles blijven handhaven wat er nu wel kan. Ja. En niet tegen aanschoppen wat er niet kan, want dat heeft geen zin. Nee. Dus ik hoop met Click and Collect dat we een kleine opening maken naar onze klanten, naar iedereen die dol is op het fysieke winkelen in Doesburg. Ja. Want daar gaat het juist om dat we met z'n allen even de schouders eronder zetten. En dit volhouden. En Click and Collect is een beginnetje. Zo zie ik het. En vandaag heb ik al een paar enthousiaste klanten aan de deur mogen verwelkomen. Omdat zij 4 uur van tevoren een bestelling plaatsten via onze webshop. Die we meteen na de lockdown hebben gemaakt en geïntroduceerd. Ja. En dat is een mooie omslag geweest. Ook dat brengt zo'n periode weer nieuwe kansen met zich mee. En ik hoop dat iedereen dit vervolgt. Ja. En wij met elkaar en samen moeten we hier doorheen zien te komen. Want je hebt een nieuwe collectie al hangen. Ja, ik volg jullie op Instagram. Oh, wat leuk. Ja, mooi hoor. Het zijn andere kleurtjes. Ja, wat een mooie kleurtjes. Helaas, het is heerlijk winters buiten. Waar iedereen ook dol van op is en van geniet in deze periode. Dat maakt iedereen ook weer wat blijer. Ja. Dus wellicht dat er een... Het is te hopen. Weet je, het is alleen lastig, want dat zeg ik tegen de andere ondernemers ook, dat er niet een punt is dat je denkt, nou tot dan en dan kunnen we weer. Exact. Dat is natuurlijk voor een ondernemer heel vervelend. Je wil graag plannen. Ja. Je wilt, en dat kan even eens. Ja, als ondernemer zijn heb je het eigenlijk altijd het heft in eigen handen. Ja. En dat is nu eventjes... Je moet je voegen. Moet je loslaten. Je moet je voegen. Dat is heel in lastig. In de maatregelen. Ja. Maar het is ook wel ergens goed voor. We moeten er allemaal van af. Ook
u kunt adverteren op Doesburg TV. Gemiddeld 8000 bezoekers per maand.